Je kan toch niet in je blote bibs gaan rondlopen? Dat zou raar zijn. Na 5 dagen oorlog is er in Oekraïne een enorm gebrek aan producten ontstaan. Ondernemer Ronald Laporte wil iets voor de getroffenen in het gebied doen en bedacht een inzamelingsactie. Ik zat gisteren op de bank en ook een beetje in het zonnetje, net als iedereen. En toen zag ik iedereen zo blij zijn dat de horeca weer open is en zo. En toen dacht ik, ja, toen zag ik op Twitter aan de andere kant beelden van 100, 200.000 vrouwen die 25 uur lopen met hun kind en die eigenlijk niks hebben. Toen dacht ik, ja, wacht even, hier gaat volgens mij iets mis. Dus ik heb gezegd, joh, ik rij naar Sittard. Ik zag op LinkedIn een dame die een treintje gaat vormen richting de Poolse grensstreek met Oekraïne. En ik zeg, nou weet je wat, ik ga gewoon een busje volgooien en ik rijd erheen. Maar ja, dan kan ik met mijn eigen spullen gaan rijden, maar dan heb ik liever nog wat spullen erbij. Nou, dat is iets uit de hand gelopen. Dus ik heb inmiddels en een grotere auto. Maar daar gaan we ook niet mee redden, dus we gaan de actie uitbreiden. En we gaan ook containers neerzetten op de Haagweg. We gaan DZB gaat de spullen sorteren. En we zijn nog bezig met een verhuisbedrijf om te kijken of we het vanuit DZB naar Sittard kunnen transporteren. Dat er eigenlijk elke dag een vrachtwagen heen gaat. Dus we gaan het iets optillen, want blijkbaar is het voor heel veel mensen een belangrijk ding. En nou, je ziet het, het komt uit alle hoeken en gaten. Wat heb jij er net ingegooid? Alleen luiers en ja, kleine kledingstukken. En wat gaat er gebeuren met die luiers? Nou, volgens mij gaan ze naar Oekraïne. En daar en die worden naar mensen verstuurd die geen luiers hebben. Nou, we zagen de oproep en toen dachten we, ja, we moeten ook even bijdragen. Ja, buren bijgedragen, nog extra zakken in de tuin neergelegd. Dus eigenlijk iedereen die wil wel meehelpen. De actie is een groot succes. Laporte zamelt een stuk meer in dan hij had verwacht. We moeten gewoon een verhuisbedrijf vinden, en die zijn we nou aan het bellen, die elke dag gewoon een vrachtwagen wil sturen. Wat vind je ervan dat het zo'n succes is? Ja, leuk toch? Maar dit is ook wel Leiden. Dit is natuurlijk, iedereen kent elkaar hier. En blijkbaar was dit het setje wat we even nodig hadden.